Nou, welkom allemaal. Vandaag is het onderwerp singles aan de beurt. Ik heb een hele tafel volgelegd met singles die ik zelf heb gemaakt. Er zijn natuurlijk heel veel meer ook in de winkel te krijgen met elastiek. Geheel elastiek, gedeeltelijk met bond, anatomisch of niet. Maar ik wil jullie gewoon even meenemen in het verhaal hoe de ontwikkeling gaat. Al 10 jaar geleden wist ik natuurlijk, toen ik begon zo'n beetje, 13 jaar geleden, begon ik al met singles te ontwikkelen. Ik heb alle mogelijke vormen geprobeerd. Op patroon, een gebogen single, omdat ik dacht, dat is de curve wat die paard nodig heeft. Ruimte bij de buik en bij de ellebogen. Nou, daar maak je dan een proefsingle van, daar ga je mee rijden. Nou, dan zijn er allerlei verwerkingen. Kan ik het elastiek in het midden doen? Ja, dan wordt het hier weer zo breed voor de elleboog. Gleufjes, want dan komt het leer naar buiten. Nou, allemaal mooi bedacht. Maar goed, deze bananenvorm kwam ik niet altijd goed uit. Toen ben ik eigenlijk gewoon een wat rechtere single. Dus zonder die slag erin. Eigenlijk recht bedoel ik van dat de gespen eigenlijk recht tegenover elkaar liggen. Maar wel anatomisch. Nou, voor mij werd het al een stuk beter. Want ik had hier wel ruimte tussen de voorbenen, ruimte bij de ellebogen en wat ruimte naar de buik. Maar nog merkte ik dat het echt een verhaal was dat je moest passen. De ene postuur is gewoon het andere niet. Wat ik er wel bij moet zeggen is dat natuurlijk wel een goed passend zadel wel van belang is dat het de single het laatste stukje kan doen dat het ook goed blijft liggen. Als een zadel heel erg schuift of klappert, ja, dan zal een single natuurlijk nooit helemaal fijn gaan liggen of het zadel op de verkeerde plek trekken of juist uit balans trekken. Maar een goed passend zadel, daar gaan we eigenlijk eerst vanuit. En het stukje single hoort er natuurlijk wel bij, maar eerste plaats een goed zadel. Dan heb ik ook wel eens een boek waar ik gebruik van maak. Anatomie van het sportpaard. En daar staan eigenlijk ook wel weer hele leuke plaatjes in. Als het gaat om bijvoorbeeld, waar zit dan precies die gewrichten waar ik mee te maken heb? Dat elleboggewricht, dat voel je wel. Maar hoe zit dat precies? En met het hele schouderblad en de onderarm hoort er natuurlijk ook bij. Hoe dat beweegt. Bijvoorbeeld hier, beweging van de gewrichten. Dan heb je natuurlijk gewoon de oppervlakkige spieren die daar dan weer overheen zitten. Wat doet dat? Het hangt natuurlijk allemaal met elkaar samen. Als hier een spier wordt afgekneld, zal dat effect hebben op de hele houding van het paard. Daar kwamen we natuurlijk al wel vrij snel achter in het passen. Dat die single natuurlijk wel heel erg beïnvloedt of het paard vanuit de voorbenen kan lopen. Of de ellebogen tegen het lichaam aanhoudt. Of zich een beetje vasthoudt. Of niet van achter naar voren wil komen. Dus op de rem lopen. Of zelfs een instabiel voorbeen. Dus er is eigenlijk best wel een belangrijk onderdeel. Naast de spieren en de gewrichten heb je natuurlijk ook nog de organen die daaronder liggen. De longen, dat hele blauwe gedeelte. Maar natuurlijk ook het hart. Aan de linkerkant. Ook dat zijn zaken waar paard echt wel tijdens het rijden last van heeft als een zadel bijvoorbeeld te strak gesingeld wordt of misschien juist weer te los of dat het op de verkeerde punten drukt. Dat is een leuk boek. We kunnen nog wel eens even verder gaan op de singles. Dit is bijvoorbeeld ook een rechte single. Weer met elastiek aan de buitenkant. Maakt het natuurlijk wat smaller uit de ellebogen. Ze hebben weer een andere lusverwerking. Dit is een leren single waar ik de laatste tijd heel veel mee werk. Het is heel soepel. Het is heel zacht. Hier dus ook voor de ellebogen zacht. Vind ik een hele goede anatomische vorm op dit moment. En wat geleide lussen, zodat ook dat laatste stukje eigenlijk juist weer goed verdeeld wordt en niet gaat prikken. Dit is een single die ik veel gebruik, maar ook deze wel. Je ziet ook eigenlijk aan de vorm dat het totaal anders is. Dit is bijvoorbeeld deze rechte op patroon. Je ziet dus ook dat de gespen in het midden van de lijn liggen. De lijn hier in het midden is dus eigenlijk niet het midden. Dus met aansingelen van dit zadel, van deze singel, wijkt vaak de voorkant van het paard af. Maar ja, hij wijst ook wel weer meer naar achteren als we hem zo het voorkant van het paard hebben. Waardoor je wel ziet dat zadels die snel naar voren worden getrokken, daar beter bij door blijven liggen. Dus iedere vorm moet eigenlijk worden gepast bij ieder paard.
Er zijn er ook paarden die gewoon het beste reageren op een neopreensingel. Omdat dat zacht is, het is recht. Paarden die snel last van hun velletje tussen de ellebogen hebben, vinden dit prettiger ten opzichte van een wat dikkere leren singel, waar ze dan toch vaak tegen die randjes aanlopen. Of een windhek heb ik ook gewoon in de collectie. Het is een kwestie van passen. Nou, hier nog een voorbeeld. Hier zit weer het elastiek erin, maar toch weer iets meer een prop. Maar weer de lusjes aan de bovenkant. Dat het wel helemaal rond en weer helemaal zacht overal is. Nou, dit is er dan eentje van BR. Die heeft gedacht, ik leg gewoon het elastiek erop. En zo zijn er nog heel veel andere voorbeelden. Dit is hem weer in het leer, helemaal rond. Ook weer zacht achter de ellebogen. Maar geen van allen is de beste. Je moet echt kijken naar het paard. Straks ga ik ook naar Vanella Doesburg, dierenarts en osteopaat uit Emst. En haar laat ik me nog even uitleggen wat ik al een beetje in het boek gezien heb. Met haar paard, van waar zij nou op let en wat zij zo belangrijk vindt aan de punten van een singel, wat wel en wat niet goed gaat. Hallo, ik ben Vanella Doesburg, dierenarts, osteopaat. En we gaan het vandaag hebben over singels en singelplaatsen en wat de singel al of niet voor invloed heeft op het paard. Dit is Ace en die gaat mij vandaag helpen met de anatomie. Waar ligt een singel? Als je hier het zadel hebt, dan heb je deze ruimte om de singel neer te leggen. En dan kan je hem bijvoorbeeld hier neerleggen. En bij sommige paarden ligt hij meer hier. Dus dat verschil heb je al. Nou, welke structuren zitten er vlakbij de singel en komen ermee in contact vaak? Je hebt hier heb je de elleboog. Dat is wat ons hier onze elleboog is. En je ziet al dat als ik het voorbeen optil, dat die elleboog naar achter komt. Dan moet dus hier, dan is het makkelijk als hier niet die gesp op deze hoogte van de singel zit. Want dan gaat hij met zijn elleboog gaat hij tegen de singel aan. Wat heb je nog meer? Je hebt hier heb je het schouderblad. Met de rechel erin. En dan heb je hier het opperbeen. Dat is onze opperarm. En dan heb je hier die elleboog weer. Nog een bot. Dus als die singel goed zit en zijn schouder komt naar achter, je ziet dat hier die richel. Naar achter gaat, daar gaat hij. Dan, en het, de singel trekt het zadel naar voren, dan zie je dat hij hier met zijn schouderblad in de knel komt. Dus welke structuren zijn belangrijk? Het schouderblad is heel belangrijk. De elleboog is heel belangrijk. En waar die singel ligt is ook heel belangrijk. En wat heb je hier? Waar ligt de singel op? Je hebt hier aan de onderkant heb je het uiteinde van het borstbeen. Dat is een mooie ronde plaat waar die overheen ligt. Je hebt hier de ribboog. Die gaat helemaal door naar onder. Zo. De laatste rib. En je hebt hier ook nog een paar spieren lopen. Eén spier die komt vanaf de buikspier af, die gaat aan de binnenkant en die komt naar voren en die komt hier als een handje, komt die zo over de schouder heen en die houdt de schouder stabiel. Dus je kan je voorstellen dat als deze spieren in de knel komen, dat die schouder dan wat minder makkelijk stabiel te houden is. Dus vandaar ook dat het wel handig is om even op te letten hoe strak je een singel doet of niet, dat de spieren eronder en ook de ribben eronder de ruimte krijgen.
En ook dat het zadel niet zo strak zit, dat hij wel zijn ribboog uit kan zetten, dat hij wat beter kan ademen. Dus dat zijn een paar punten waar je rekening mee kunt houden. Dus we hadden al gezegd dat aan de onderkant heb je de plaat van het borstbeen. Maar wat ook belangrijk is, is hoe hoog de singel komt. Dat is tussen hier en hier ergens. Waar hou je rekening mee? Je houdt rekening met de triceps die hier aan de achterkant loopt, die hem invult. Maar ook met de bespiering boven het elleboogbordje. Deze spieren, dat die daar niet tegenaan gaat lopen. En er loopt hier een spier vanaf de binnenzijde van de opperarm naar achterlangs. Dat is de musculus latissimus dorsi. En die zorgt voor de verbinding van de voor- en de achterkant van je paard. Dus van je voor- en je achterhand. En die brengt ook de krachten over van de achterhand naar de voorhand. Dus als die knel komt te zitten, hier zo, dan kunnen die krachten ook niet overgebracht worden. Dus dat zijn een paar structuren die wel belangrijk zijn om rekening mee te houden. En wat we zien bij dit zadel is dat hij mooi onder de latissimus dorsi blijft. Hij blijft hierbij uit de buurt en hij zit ook niet tegen de elleboogbespiering aan. En aan de onderkant heeft deze een mooi plateau op het borstbeen. En dit is hoe een singel zou kunnen liggen. Zijn singelplaats is vrij ver naar voren bij dit paard. Dit is een andere singel dan de vorige. Hij heeft hier ruimte, zoals je ziet, aan de onderkant op het borstbeen zit hij prima. De elleboog heeft hier vrijheid en een bespiering ervan. Aan de voor- en de achterkant gaat hij goed, maar door deze twee punten daar doorheen te laten lopen, krijgt hij aan de bovenkant, dankzij de anatomie van dit betreffende paard, krijgt hij druk. Precies op die lijn van de latissimus dorsi waar je hem niet wil hebben. Dus alles zit goed behalve het bovenste punt. Dit is een rechte singel. En dan zien we dat die achter de elleboog gaat die een beetje trekken. En aan de onderkant op het borstbeenplaat gaat die ook een beetje trekken. Hij zit ook helemaal ietsje lager dan de andere singels qua gespen. En aan de voorkant komt die los en aan de achterkant is die vast. Dus dit is voor dit paard niet een optimale singel. Er is nog één onderwerp die ik graag wil laten zien. Nu Vanella toch aan haar paard zit. Het beste is om vanaf de grond het zadel aan te singelen. Dan erop te gaan en dan niet meer na te singelen. Er zijn een paar nadelen van. Ten eerste, het moment dat je vanaf de grond gaat nasingelen, moet je gewoon goed voelen of die niet al gewoon strak genoeg is. En dan moet het vrij makkelijk doorgesingeld kunnen worden. Moet je dan degene nog vrij strak aansingelen, dan zet je al wat meer druk op het gehele zadel. Als dat niet nodig is, liever gewoon houden zoals het is. Een ander nadeel is van het nasingelen vanaf het paard, is dat je eigenlijk door je gewicht, Vanella laat het even zien, je ziet het misschien het zadel naar voren kantelt, over die schoft. Die stoten voelen dan veel losser aan. Dus ga je als ruiter nasingelen, maar vervolgens hou je dus met kracht eigenlijk dat zadel naar beneden. De bedoeling is eigenlijk van het gewicht van de ruiter is dat hij eigenlijk het gewicht dus in het midden houdt. Op het moment dat je dan met volle kracht eigenlijk het zadel naar beneden vanaf het bovenkant aansingelt, is dat je hem eigenlijk niet meer terug kan halen in balans. Kun je dat nog één keer eens doen en eens nasingelen? Dan ga je dus trekken aan de singelstoten.
De druk op de voorkant wordt hoger. Terwijl vanaf de grond eigenlijk die druk prima was. Dan kom je omhoog. Nou, zij komt er nog wel iets meer terug. Maar de druk is hier gewoon groter. Je krijgt twee nadelen. De vulling kan eerder zakken, daar zo. Omdat je met gewicht aanhaalt. Tenzij je, vooral als je met je eigen gewicht niet meer goed kan terughalen. En hij kan er gewoon slechter van gaan lopen. Omdat je die schouder wat meer beperkt. Dus ik adviseer je vanaf de grond aansingelen. En daarna met rust laten.